Laten we dan maar eens gaan kijken hoe de wedstrijd verloopt. 83 rijders. 7:30 in de ochtend. Lekker koud. 13, 14, 15 graden onder nul. En dan rijden ze hier officieus weg. En verderop, bij de boog, is de officiële start voor 200 kilometer. En zoals Maya de Jong het al zei, voor velen, zoals zij dus, is dat een avontuur? Is dat een kennismaking? Is dat misschien wel een mogelijkheid om de eigen grenzen eens te gaan verleggen? Om een stapje te kunnen gaan zetten in je carrière. Er werd verwacht, want dat zie je wel vaker bij het vrouwenschaatsen, dat in het begin niets ging gebeuren. Dat ze lekker bij elkaar bleven. Die 83. Een beetje in de luwte. Dat is ook wel zo verstandig. Op een meer in Oostenrijk. Hoewel, ondanks die kou, viel het allemaal wel mee, de omstandigheden. Nauwelijks wind. Maar er komt een aanval. 9 stuks. Met een aantal B-schaatsters. Oud-Oranster Pien Keulstra is erbij. In het rood, interessant, Diortje van Kalken. Dat is een ploeggenote van Lisa van der Geest. En Iris van der Stelt en Merel Bosma. Daar rijdt Bo Wagenmaker, die flitsen door het beeld. Dat is een ploeggenote van Carla Sielman. En ook van de partij met been nummer 66, Margot van der Merwe. Wagenmaker is terug van weg geweest. In oktober blesseerde zij de voet op de Jaap Edebaan bij de eerste KPN-wedstrijd van het kunstrijdseizoen. En het duurde heel lang voordat die wond geheeld was. En het duurde ook heel lang voordat we Anne Tauber herkenden. In het helblauw, goed ingepakt, de winnares van vorig jaar en 2 jaar geleden. Zilver. Echte klepper voor de 200 kilometer. 9 koploopsters. Ja, ineens zijn het er 18. Als een aantal grote namen daarbij weet aan te sluiten. Een stiekem naar voren geslopen Iris van der Stelt. De nummer 2 van het ONK is erbij gekomen. En dat is een grote naam. En daar is ook de winnares van de Aard Koopmans Memorial, Manon Kamminga. Dat is een ervaren dame. Uitstekende sprinster. Die gaat vandaag kijken hoe ver ze kan komen op 200 kilometer. Dit is Imke Vormier. Die zit erbij en dat is een goede, sterke klant. Maar die heeft last van de rug. De slotfase. Een aanval van 2 dames die je kon verwachten als aanvallers uit de kopgroep. Iris van der Stelt, Manon Kamminga. Ze maakt indruk, de 26-jarige. Daarbij gaan aansluiten. Dedde, die is naar voren gekomen en die zit daar in het spoor van de steeds beter wordende Bowagenmaker. Pas rond de kerstdagen kreeg zij het groen licht van de arts. Die daar in het witblauw. En dit is Ineke Dedden, die op dit ijs 2 jaar geleden het ONK wist te winnen. Tauber in het peloton. De kilometers beginnen qua aantal op te lopen. En er is al heel lang geschaatst. En dan komt zij automatisch naar voren. Met een loerende Merel Bosma. Die bewaakt de vlucht van haar ploeggenoten van der Stelt. Doet heel veel pijn in dit peloton. De een na de ander gaat eruit. Onder anderen dat talent Maya de Jong. En daar zit heel rustig Lisa van der Geest in het kielzog van Carla Sielman. 2 namen die hier verwacht werden in de finale. Maar ze rijden op flinke achterstand van de vrouwen helemaal voorop. Van der Stelt zit daar dus wel bij. En dan komt er nog eentje aansluiten bij dat kwartet. Been nummer 31, Chantal Hendricks van Zius. 4 jaar geleden gewestelijk kampioen van Overijssel. Dat is zo'n beetje haar enige overwinning geweest. Dit is wel de 3e keer op rij dat ze erbij is in de alternatieve Elfstedentocht. Ze weet dus waarmee ze bezig is. Vorig jaar 16e. Ze kan de kilometers aan. Ze weet wat ze moet doen met de pijn die onherroepelijk gaat komen. En Iris van der Stelt rijdt een indrukwekkende wedstrijd. Hendricks valt aan. Haar ploeggenote Kelly Schouten, de outsider voor deze wedstrijd, kwam vroeg in de wedstrijd ten val. Schaatste door, maar ging toch huilend op de brancard eraf. Nog 2 overstekers. Elzinga en met 53 Muzen. En die hebben flink de vaart erin. De ploeg Altijd Koers maakt zijn naam waar. Met Bo Wagenmaker vandaag, Anneke Peters en met Kim Muzen. Dat is een sportpsychologe die dit ook heel goed aan kan. 200 kilometer schaatsen. Een verschrikkelijke opdracht.
Weer Hendricks. Ze blijft in de slotfase maar aanvallen. De 12e plaats in 2017. Dat was tot nu toe haar uitschieter in dit werk. Ze vertrouwt kennelijk niet op haar sprint. Maar ja, wie doet dat wel in een kopgroep met Manon Kamminga? Want die gaat op deze manier misschien wel heel dikke punten scoren in dat Grand Prix klassement. Op het moment dat de kenners het niet van haar verwachten. Ze zit daar voorop, ze cijfert zich niet weg. Ze kijkt Kamminga en ze weet dat die dame in het rood van der Stelt het gevaarlijkst is. En dat laat Van der Stelt hier zien. Zonder blikken of blozen gaat ze naar Hendricks toe en eroverheen. Eigenlijk zit ze per ongeluk in deze aanval. Ze glipte stiekem mee met die tweede groep van 9. De marathonschaatsen van seizoen 2017-2018. En toen ontving ze die titel voor de tweede keer in haar loopbaan. Kamminga, zo, dat is sterk zeg. Ze rijdt een beetje als Hekman, een sprinter die niet te beroerd is om op het juiste moment, het kritieke moment, het doorslaggevende moment, een deel van de krachten te verspillen. Want dit is een buitenkansje voor haar. Twee keer was het voor haar raak dit seizoen op kunstijs en nog een stuk of 5-6 keer op het podium, vaak achter Irene Schouten. Wat dat betreft kun je haar zien als de ena beste sprinter van Nederland, maar nu moet ze vol naar Iris van der Stelt toe. Die is weer op het juiste moment weggesprongen. Eerst met die groep van 9 en nu in de finale. Van der Stelt, Kamminga. Niks Zielman, niks Van der Geest. Het gaat tussen deze twee. Kamminga er langs, maar die klappen zijn niet raak meer. Van der Stelt komt terug. Ze werd teruggepakt, maar ze gaat toch voor Kamminga over de streep. 1 Iris van der Stelt, 2 Manon Kamminga. En die heeft ongelooflijk de pest in. Vreemde sprint van Manon Kamminga. Ze kwam er keurig heen als een roofdier. Daarnaast ietsjes ervoor. Maar toen kwam Van der Stelt terug voor de Open Nederlands kampioen. Vandaar die driekleur die hij draagt. En deze man rijdt in het oranje. Gary en zijn pacemakers. Hij is de grootste sprinter van dit peloton. En die pacemakers, dat zijn die groene kerels van AB Vakwerk. Die zo prachtig eerder deze week de sprint voor hem aantrokken. En Gary Hekman kon de druk aan. Het is de vraag wat hij in deze wedstrijd kan. 200 kilometer, dat is eindeloos lang, dat gaat maar door. Maar de weersomstandigheden zijn in zijn voordeel. Geen wind, geen neerslag, graadje of 13, 14 onder nul. Dit is die man die we eerder gezien hebben, die Kooijman uit die dynastie van kilometervreters. De titelverdediger. Hij rijdt voor dat ijzersterke blok van Anema, Ewer, een ploeg die wel zo'n beetje hier op de Wijzenzee bij zijn laatste kans aan een overwinning toe is. Adel verplicht, zullen we maar zeggen. 98 rijders zijn er gestart. En in het begin zijn er 2 keer 3 man weg. Een keer een groepje met Bart Holwerf en Sjoerd en Hertog. Daarna eventjes Gary Hekman met Bart Mol. Ja, Hekman in de aanval in het oranje. En dit is zijn ploeggenoot. Wat is AB Vakwerk goed bezig, zeg. Niels Overvoorde, derde van de Aart Koopmans Memorial. En dan moeten ze hier aan het werk en dan kan... Ja, daar zit hij, u ziet het al. Die man in dat oranje pak, die zit heerlijk in de luwte. Maar eerder was hij dus in aanval, Hekman, met... Hey, Bart Mol, en die zit hier. Met een zwabberend ijzer of een kapotte veer of zo. Het is onduidelijk, er wordt wat gerepareerd. En Mol zit zeker een minuut aan de kant en gaat dan... Dat is de nummer 2 van vorig jaar... Achter het peloton aan, in zijn eentje. In zijn eentje daarvoor, Overvoorde. Het ONK moest hij na die mooie derde plaats van de Aart Koopmans Memorial laten schieten door maagproblemen. En nu maakt hij deel uit van een heel sterk ploegenspel waarover we maar niet uitgepraat raken. Mol zit er dus achter en die wil heel graag terugkeren in dit peloton, letterlijk en figuurlijk. Hij rijdt nu voor de vangnetploeg. Dat is een ploeg opgezet door de bond met renners die geen contract hebben. En komt hij erbij? Is het hem gelukt? Mol, honderden vriesplekken al. Ja, terug in de meute. Met achter hem Schouten. Hier konden we verwachten Bart de Vries. Maar oei, dit zegt genoeg. Beelden van maandag. Toen is hij, en dat ziet u, op de rechterkant van zijn gezicht gevallen. Vrij hard, ontreddering. Het ging allemaal wel en Bikkel als die is...
ging hij vandaag wel van start. Maar al vrij vroeg gaf hij op. En ja, het ijs zit vol met van die lengtescheuren. En dat zorgt voor de ene valpartij na de andere. En we verklappen u vast, dit is niet de laatste die u te zien krijgt. Op een middag waarop het goed sturen is. Vreugdehil. 2 keer 2e. En nu op zijn oude dag is hij misschien naast Hekman, want daar is hij een ploeggenoot van, een van de mogelijke afmakers. Kooijman, niet dus. Die rechtervoet hebben we gezien en nu is het aan de linkerkant ook mis. Gevallen. En ook deze man valt. En zo wordt het een lastige wedstrijd. Voor eigenlijk iedereen en in dit geval voor Jouke Hogeveen in het bijzonder. Maar zijn motor is nog niet op temperatuur. Hè? Het schijnt dat Jouke Hogeveen verzocht heeft de wedstrijd vandaag op te lengen naar 300 of 400 kilometer. 200 vindt hij wat kort. De ultieme kilometervreter, 40 inmiddels. Nederlands kampioen, rood-wit-blauw, dat is die man met al die shirtjes die hij als een soort ui van zich afpeelde. Mart Brugink, de man die zichzelf herontdekt heeft. Oei, Simon Schouten. Dat zal Jillet Anema niet leuk vinden. Want hier verdwijnt zo'n beetje zijn laatste ijzer uit het vuur. Ja, Bob de Vries zit nog voor in het peloton. Maar voor de rest is het huilen met de pet op voor het grote, sterke, roemruchte Ewer. Vooraan blijven 17 man over. 3 van de Hekman-ploeg. Ook een paar van OK. En dit drietal trekt in de slotronde de stoute ijzers aan. Hogeveen in het groen, Vreugdehil. En natuurlijk is Crispijn Ariens ook van de partij. Hier rijden 3 echte kleppers op dit gebied. Een bocht rechtsom, dat is lastig voor marathonschaatsers. Voor alle schaatsers eigenlijk, want op kunstijs, ja je ziet het ook, op kunstijs kunnen ze pootje over. En niet iedereen beheerst in tegenovergestelde richting die techniek. Sommigen trainen erop, het is een beetje als tweebenig zijn bij voetballen. Het is een handigheidje. Haring wil het gat wel gaan dichten. Die is verschrikkelijk op dreef. Die man in het vuurrood. En die heeft niks te verliezen. Want die zit hier in zijn eentje. Hogeveen kijkt. Oh, dit heeft hij niet graag. Als hij voorop rijdt zitten ze altijd, ja het is koers, in zijn wiel. Zo moet je het zeggen. En dan rijdt Bob de Vries het gat dicht. En dat vindt Gary Hekman verschrikkelijk leuk. Want die zit er nog steeds bij. Met ploeggenoten Willem Holwerf en Frank Vreugdehil. Ariens is er dus. Den Hertog altijd oppassen met hem. Brugink in het rood, wit, blauw, het oranje. Ja, dat hebben we gezien. Haring is van de partij. Hendricks, Wolfenbüttel, Erwin Mesu, Schipper, Jouke Hogeveen. Ja, kat in het bakkie voor Hekman, denk je te kunnen concluderen. Want met deze weersomstandigheden, die niet al te barbaars zijn, moet hij dit kunnen winnen. Hij was al een keer derde in de alternatieve Elfstedentocht. Toch nog een aanval. Want waarom zou je het Hekman makkelijker maken dan het is? Buitenom. Erwin Mesu. Een van de 2 Mesu's die recentelijk deze wedstrijd wisten te winnen. Hij en zijn broer Niels die langs de kant staat toe te kijken. Ook hij rijdt voor dat vangnet. En hij is hier vergezeld door Timo Verkijk. Die zit ook nog in deze kopgroep. 2 mannen op zoek naar een serieus contract dus. Maar het groen, de pacemakers, rijden het gat dicht. En Gary zit op rozen. In het oranje al. En hij kan hier heel belangrijke, dikke punten pakken voor het Grand Prix-klassement. En die serie wedstrijden wordt straks voltooid in Zweden. Over een maandje met nog eens 3 wedstrijden. Ariens moet je natuurlijk ook niet uitvlakken. Die kan dit na 200 kilometer. Sterker nog, oud winnaar. Willem Holwerf, een van de 3 heipalen op het ijs. Die andere 2 kijken al toe. En hij begint van heel ver de sprint aan te trekken voor zijn kopman. Wat een buitenkansje dit voor Gary Hekman. Maar rechts zit daar ook Vreugdehil. En nu rijst de vraag met deze 34-jarige veteraan in een soort aanval. Want dit is geen sprint aantrekken. Hoe zijn de rollen daadwerkelijk verdeeld bij AB Vakwerk? Want na 200 kilometer is dit misschien geen sprinten, maar dit gaat wel loeihard. Hekman komt nu wel in het oranje.
Een soort tegensprint op zijn eigen ploeggenoot. Daarachter zijn ze al gevallen. Hekman links helemaal, rechts Vreugdeheel. En het is niet ver meer. En nu is het gedaan voor Gary Hekman. En gaat Frank Vreugdeheel juichend over de streep. Met heel veel moeite en heel veel pijn. En enorm veel euforie. 1 Vreugdeheel. 2 Ariens. 3 Haring. Dan Schipper. Hogeveen. Vreugdeheel.